naam is Mark Meerbeek. Wij zijn hier in Fokbek. Fokbek is een bijzondere plaats in Duitsland. Daar wordt eigenlijk de Hobby Caravan gebouwd. Hobby is al meer dan 15 jaar lang de meest verkochte caravan. En waarom? Dat zal ik u even laten zien. Dit is de fabriek waar de productie plaatsvindt. Nu gaan we even een kijkje nemen naar de nieuwe modellen. Welkom. Hallo, vandaag zijn we op de modellenpresentatie van Hobby in Fokbek. Dat is eigenlijk de grootste caravanfabrikant van heel Europa. 11.000 stuks rollen daar zeker jaarlijks van de band. Ze hebben zelfs voor komend seizoen een groeiprognose dat ze willen groeien. Ze markt wat groter. Hoe moet je dat doen? Met goede producten. Dit is de noviteit Excellent 2017. Nieuwste kleuren, combinatie met hooglandswit in een kleine gebroken witkleur met mooi chic hout afgewerkt. Het is een comfortabele indeling. Een indeling met twee aparte bedden. En waar Hobby op dit seizoen enorm op inzet is op de badkamers. Dus comfort van je stap bent. Loop eens even mee. Hier zie je zo'n badkamer. Achterin heb je dus een combinatie met een royale douche erin zitten. Een wasruimte. Hier zien we nog een toilet. Alles royaal bemeten. Veel bergruimte er ook in. Waar heel veel spulletjes gewoon kwijt kunt. Die je graag mee wil nemen op de vakantie. Dit soort types hebben ze dus voor 2017 gemaakt. Met onder andere hier met twee aparte bedden. Maar ook met een Frans bed. Die zullen we ook gaan presenteren. Dit is de Excellent 2017. Let ook eens op de slim touwen koelkast die er standaard in zit. 150 liter koelkast met een groot vriesvak. Mooi royaal keukenblad met werkruimte daarin. De standaard lades van Hobby met pushlock sluiting en soft close. We zien hier ook extra verstevigde lades. Dat je nog wat meer bagage makkelijk mee kunt nemen. Dat wat meer gewicht ook geen probleem is. Hier zien we een royale rondzit die comfortabel is. De mooie stoffering van 2016, ja, die liep eigenlijk zo goed, die hebben we gewoon gehandhaafd. Dus dat gaat nog een jaar door. Die is gewoon super in zijn afwerkingsniveau. En dan letten we nog op kleine details wat we hier kunnen zien bij de keuken. Hier zie je ook weer mooie sluitingen erin. Een roldeurtje hier. En hier, als u even om de hoek kijkt, kijk maar eens even mee. Op kleine details voor een potje zout, een potje peper. Je kunt het makkelijk meenemen en nog gewoon laten staan op de camping. Nog de grootste noviteit waar ik door de hele serie is doorgevoerd van Hobby. Dus bij Deluxe en bij Excellent en bij Prestige en bij Premium is de nieuwe buitendeur. 59 cm breed, dus een mooie brede deur. Standaard voorzien van heel veel bergruimtes, dus waar je spulletjes in op kunt bergen. En makkelijk een boel kwijt kunt. Prullenbakje erin voor je afval. Mooi stevig handvat om dicht te trekken. Goede sluiting erop. Raam erin. En uiteraard een verduistering. En als we deze deur los doen, hebben we nu bij Hobby ook standaard. Zijn alle modellen voorzien van een volledige horddeur. Een horddeur die gewoon goed en simpel sluit. Dan hou je de muggen buiten, wat natuurlijk voor een hele caravan standaard voorzien is. Maar meneer Meerbeek, die deur vind ik mooi, maar in mijn eigen hobbycaravan heb ik een 5 liter boiler. Daar heb ik toch niks aan zo'n douche? Nou, dit zijn modellen die worden speciaal met de Truma 4 of Truma 6 uitgevoerd. Dat is dus een combiketel, dus voor 10 liter warm water, altijd standaard aanwezig. En dat geldt ook gelijk voor de verwarming. Maar verder heb je dan een hele comfortabele verwarming in die caravan zitten. Ik nodig u uit om dit soort modellen te komen bekijken. Ze staan bij ons in de showroom, heel binnenkort. Nu nog niet, maar ze komen heel binnenkort, kort na de vakanties. Hobby modeljaar 2017 wordt zeker een top. Tot ziens.